niks was natuurlijk vanzelfsprekend, weet je wel. Het was wel, je vond het normaal dat je je handen uit de mouwen stak. Dus dat zit wel in me. Ik heb wel periodes gehad dat ik dan dacht, oh ja, ik ben nu wel heel veel met bepaalde mensen aan het omgaan die niet het beste bij mij omhoog halen. De cyclus van de maan loopt gelijk aan de cyclus van de vrouw. Die heeft ook 28 dagen, net als de menstruatiecyclus van de vrouw. Ja. Dat vind ik allemaal gewoon, dat is allemaal fascinerend. Een leuk onderwerp voor jou. Geweldig. Nee, ik ben op dit moment aan menstrueren. Ja, nou, heerlijk. Dus, nieuwe maan geweest, hè? Als ik wat geprikkeld ben, dan moet je maar zeggen, hoor. Juist het heel erg weghouden van een soort geitenwolle sokkelhoek, maar zeggen van iedereen is welkom, weet je. We leven allemaal onder dat geweldige licht van de maan, dus kom erbij, weet je. Laten we gewoon met elkaar dit onderzoek starten. Juist door zo connected te zijn met jezelf, ga je zoveel waarderen wat er om je heen is. En wat jij ook zegt, met dingen voelen, dat is intuïtie. Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer met Lieke van Lexmond. Wat leuk dat je er bent. Ja, heel leuk om bij je te zijn. Dank u zeer. Ja, we hebben het al een tijdje geprobeerd en het is eindelijk gelukt. Ja, gekke tijden, hè? Drukke tijden, toch wel. Ja, ben je wel lekker druk nog? Ja, ik ben eigenlijk heel erg druk. Ja. Ja, ik heb helemaal geen coronarust gevoeld, om het zo maar te zeggen. Want toen de lockdown eigenlijk begon, vorig jaar, toen gingen mijn zus en ik in het schrijfproces voor de Moon Calendar. Ja. Dus ja, dan ben je gewoon heel druk en natuurlijk ook thuisonderwijs. En we zijn met twee gezinnen in één huis gegaan. De hele lockdown. Met je zus? Ja, want we moesten schrijven. We zeiden, hoe gaan we dit anders doen? Dan halen we nooit onze deadline om die kalender af te krijgen. Maar wonen jullie zover uit elkaar dan? Nee, we wonen in Amsterdam. Maar we dachten, laten we gewoon in een buitenplek, in de natuur, met twee gezinnen samen gaan. En dat hebben we gedaan. Dat was dus heel gezellig. Want het was natuurlijk een super rare periode. En ik geloof juist dat je als mens zo ontzettend liefde nodig hebt en sociaal contact en alles wat ons nu natuurlijk ontzegd wordt. Eens. Dus we zijn samen gegaan en ook echt om die deadline te kunnen halen van de Moon Calendar. En we hebben hem gehaald. Dus we hebben vooral heel hard gewerkt. En ja, toen vervolgens zijn er nog genoeg andere dingen te doen. Want we zijn ook onze eigen uitgever geworden. Dus we brengen het zelf slim uit. Contact met de drukkerij doen we natuurlijk zelf. Vervolgens de marketing doen we zelf. We hebben nog allerlei andere leuke symbolische cadeautjes die we op ons webshop verkopen. Daar staan we natuurlijk zelf de zakjes te vullen en op te sturen. Dus ik ben eigenlijk nu non-stop bezig met Lexmond versus Lexmond. Ja, en hoe was dat voor de mannen des huizes? Want die werden ook samen in huis gepropt. Gelukkig kunnen die heel goed met elkaar. Ja? Okay. Ja, anders had het natuurlijk nooit gekund, hè? Nee, Bas en Alex zijn echt supergoed met elkaar. Dat zijn ook echt wel vrienden geworden. Ja. En dat is natuurlijk de grootste mazzel. Want überhaupt het feit dat zij ons zo laten en dat ze weer zien dat we dag en nacht natuurlijk gewoon bezig zijn met de kracht van de maan. En ook dat aan het onderzoeken zijn. En dat gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten. Dus ja, zij laten ons daar wel heel erg vrij in, gelukkig. Ja. En daardoor kunnen we helemaal doen wat we doen. De kracht van de maan. Mooi dat je dat zo zegt. We gaan het daar uitgebreid over hebben. Ik vind het ook heel erg leuk dat je hier zit. Omdat het is iets wat mij ook bezighoudt. Tegelijkertijd is het iets wat voor veel mensen nog een beetje ver van de bedshow is. En wat ook wel op wat weerstand kan rekenen, heb jij gemerkt. Daar gaan we het zo ook maar even over hebben. Maar je bent natuurlijk, je hebt in soapseries gespeeld. Je bent presentatrice. Zit daar voor jou nog veel toekomst in? Of heb je nu het gevoel dat je echt een andere kant op aan het slaan bent? Nou, ik heb nog een contract bij RTL. En ik voel dat ook echt wel als een ik ben daar natuurlijk een soort van opgegroeid, hè? Ik was 16 toen ik in de soap terechtkwam. Als kind was ik altijd al bezig met theater en met film en commercials doen. Dus het was voor mij eigenlijk heel erg vanzelfsprekend om daarin door te gaan. Het was mijn droom. Ik wist meteen toen ik 5 jaar was al, ik word actrice later. Mm-hmm. Dus op mijn 16e kreeg ik de kans om in een soapserie te gaan spelen in Goudkust. Goudkust, ja. Goudkust, Eva Prins. Mooi, hè? En dat was eigenlijk omdat ik wilde toneelschool doen. Dat was mijn grote droom. Dus toen ik 11 was, kwam ik op de middelbare school. En mijn droom was alleen maar toneelschool. Dus mijn hele vakkenpakket, het interesseerde me eigenlijk helemaal niks, joh. Ik dacht allemaal leuk en aardig, maar laat ik maar wat talen doen en zo. Want ik ga toch naar toneelschool. Ja. En toen had ik mijn HAVO-diploma gehaald, maar ik was te jong. Dus ik had de klas overgeslagen en ik was een vroege leerling. Dus de toneelschool liet me niet eens auditie doen. Ik zei, ja, maar je bent net 16. Ja. En dat had ik niet ingecalculeerd. Dus toen kreeg ik tegelijkertijd een rol in een serie aangeboden. Ik deed audities. En dacht ik, nou, dan ga ik dat maar doen. Een jaartje. En dan ga ik daarna alsnog auditie doen voor de toneelschool. Dat was eigenlijk het idee. Maar goed, dat liep dus even anders. Want ik ging in de serie en het was zo gigantisch leuk. Ik kwam natuurlijk in een wereld terecht met alleen maar
Ja, ik noem het altijd mijn studentenleven. Ja, ik geloof dat het wel. Het is gewoon ja. feest, weet ja. je wel. Waar, natuurlijk had je tegelijkertijd een baan waar je heel veel discipline voor moest hebben. Want je moest natuurlijk op tijd op je werk zijn. Je kon mensen niet laten zitten. Je leerde je teksten natuurlijk goed. Je deed echt wel gewoon wat er gevraagd werd. En je kon je heel erg ontwikkelen. Maar daarnaast was het feest ook. Gingen we natuurlijk elke vrijdagavond naar de Sinners. Thank God it's Friday. Feesten. En ja, het was gewoon plezier. Leuk. Uit eten. Gewoon veel lol. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En toen was dat zo leuk dat ik dat jaar erop dacht... nou, weer naar school terug nu. Ik zit er net lekker in. Dus ik bleef dat doen. En heb wel altijd gekeken naar mensen die ik goed vond. De mensen die mij inspireerden. Wie vond je die... goed? Nou, Huub Stapel is bijvoorbeeld iemand die ik toevallig ook nog kende van, ja, van vroeger. Ik heb ooit als kind op mijn 11e een speelfilm mogen draaien. En daar speelde ik Kootje. Ja. In de film Kootje. Hij is nooit uitgekomen, want hij ligt in de kluis. Hij is failliet verklaard de laatste 2 weken draaien. Nee, dat hadden we al 2 zomers niet. Aan gewerkt. Maar die film ligt dus nog ergens. Die ligt er nog. Maar die mag dan nooit... Nee, hoe werkt dat? Ja, dat weet ik. Het ligt in de kluis. En, waar ligt die kluis? Ik breek hem open. Ja. Ik ben nou zo nieuwsgierig. Echt, hè? Nou, het leuke is eigenlijk... Het is gewoon een marketingtruc voor jullie, dit. Ja, dat is eigenlijk nooit wat gedaan, joh. Nee. Dat is een leuk verhaal. Nee, Bob Royens is een regisseur. En hij was destijds heel erg... hot in Duitsland. Hij deed al die grote spelshows. Ja. En dit was zijn eerste grote film die hij ging doen in HD. Dat was toen nog nieuw. Dus het was natuurlijk een hele kostbare techniek. En voor hem een spannende onderneming. En dat ging uiteindelijk helaas. Want hij was echt in denken zo magisch. Hij leeft gelukkig nog hoor. Maar hij is gewoon een briljante geest. En ja. ik ben onwijs trots dat ik onderdeel mocht zijn van die productie. Ja. En hij vroeg me toevallig... dat is nu ook alweer een paar jaar geleden... Maar toen raakten we weer in contact. En toen kwam ik daar natuurlijk gewoon als volwassen vrouw ineens binnenlopen. Van meisje van 11. Dat was sowieso een best wel gekke gewaarwording. Ja. Dat je heel anders soort gesprekken zit te voeren met elkaar. Ja. En toen liet hij me wel een heel klein beetje. Had echt mini. Had een heel klein beetje materiaal. Ja, dat was waanzinnig. Dus dan, dat was dus met Huub bijvoorbeeld. Ja. Huub Stapel. En die was ook zo jong dan nog. Joh, dat is zo leuk. Maar dat zijn natuurlijk mensen die je dan ontmoet hebt. En dan Rijk de Gooier en Hetty Blok. En dat vergeet je natuurlijk niet. Dus Huub heb ik later nog gewoon gezien in dingen. Of als ik hulp nodig had. Coaching. Je kunt wel eens van die workshops volgen natuurlijk. Bij mensen die je goed vindt. En hij is daar wel één van. En zo heb ik dat eigenlijk bij meerdere acteurs gedaan. Of mensen die ik goed vind. Dan besprak ik waar ik mee zat. En dan deed ik op die manier mijn school. Om het zo maar te zeggen. Ja. Maar wel heel erg vanuit de praktijk. Ik ben wel echt een praktijk iemand. Ja. Ik heb wel alles wel gewoon geleerd terwijl ik op tv was. Omringd door dat soort mensen die zoveel ervaring hebben en zoveel kennis, is het natuurlijk ook de beste leerschool om dat in praktijk te ervaren. Ja, ik vond het wel altijd heel fijn, ja. Ja, dat kan ik me goed ja. Het is wel natuurlijk, het is heel dubbel, hè, want het is natuurlijk heel fijn. En aan de andere kant zit er ook altijd een stemmetje in mij die natuurlijk zegt van... hoezo kan jij dat dan? Heb je helemaal niet eens voor geleerd, weet je? Of heb je het niet voor op school gezeten? Had je iets wat je tegenhield in jou? Een soort onzekerheid die dacht van, ja, Lieke, dit is niet de goede weg. Het is natuurlijk zo, in de tijd dat ik in soap zat, had het nog echt wel een stempel, weet je? Dus je merkte wel dat... Bijvoorbeeld, gek gezegd, op mijn 11e toen ik die film deed... en ik stapte dan naar audities, was het natuurlijk heel anders. En kreeg je ander soort rollen aangeboden. Had je andere status? Ja, dan was je gewoon nog zo open en was het allemaal zo bijzonder. Maar terwijl eigenlijk soaps in die tijd waren veel populairder dan ze nu zijn. Ik bedoel... Ja, dat is waar. Soaps zijn nu echt op zijn retour. En in die tijd, ik keek... Ja. Ik weet dat ik begon met Goudkus. Dan was dat afgelopen, dan ging naar Onderweg naar Morgen. Ja. En dan ging je daarna naar GTSD. Dat hele rijtje. En die waren allemaal precies zo ingedeeld dat je ze allemaal kon kijken. Dus ja, het was ook fantastisch hoor. Het was zo leuk om te doen. Maar het was natuurlijk wel iets wat... In die tijd was het wel vaak van... Oh ja, als je niet kan spelen... Of je hoeft niet te kunnen spelen om in soap te zitten. Nee. En werd je daarmee gekozen op je uiterlijk? En of ja, of je er leuk uitziet. Ja. En, op een beetje populariteit natuurlijk ook. En dat was ook zo. Dat was voor een heel groot deel natuurlijk waar. Maar op een gegeven moment waren de scripts en alles... Er werd wel echt meer van je verlangd. Ja, grappig. Dus maar dat was een hele leuke tijd. Echt een giga leuke tijd. Zo leuk zelfs dat ik dus nooit meer verlangde naar school. Dat ik alleen maar dacht, ja, dit is toch te gek, man. Je bouwt zo'n waanzinnig leuk netwerk op van mensen... waar je gewoon zo gek op bent. En het was ook niet nodig, want je kreeg daarna allerlei andere klussen. Ja. Ik heb altijd, dat is het eigenlijk ook. Ik ging van Goudkust over in volle maan heb ik toen gedaan, een film. En
Ik vergeet dat heel veel. Dat is heel erg. Lekker handig als je een podcast moet opnemen. Heb je weer niet voorbereid? Ik zei toch, neem dat lijstje nou even mee. Ja, dat is waar. Ja, maar ik zei wat verklappen. Ik open wel eens Wikipedia. Ik heb dus ook geen lijstje van je, hoor. Nee, oh ja, ik bereid ook nooit mijn podcast voor, eerlijk gezegd. Hoeft toch ook helemaal niet. Nee, maar ik vind het ook gewoon wel leuk om dingen te moeten vragen. In plaats van dat je al zegt, jij hebt de... Nee, ja. Dan wil ik het gewoon horen van je. Nee, ik ben gewoon van allerlei dingen gaan doen, joh. En iedere keer ook losse projecten. Filmacademieprojectjes waar mensen dan vroeger... Die hadden dan geen geld, maar wilden dan gewoon hulp. Daar ben ik ook ingesprongen, dat is ook leuk. Dus ik vond die combinatie altijd leuk. Ik vind dat leuk om te weten, oké, ik heb mijn basis goed. En daarnaast kan ik dan allemaal gekke creatieve dingen nog uithalen die ik gebruik voor mijn eigen ontwikkeling. Maar ook hopelijk om andere mensen weer een stapje verder te kunnen helpen. Wat maakt acteren zo leuk dan? Nou, het verplaatsen in iemand anders is wel heel fijn. En het is ook heel leuk om iets wat zo dood op papier staat, zo te laten leven. Dus ik vind eigenlijk dat die woorden echt betekenis geven en gevoel en dat karakter te laten... te laten ontstaan waardoor je iemand kunt raken. Mm-hmm. Dat is wel te gek. Dat vind ik altijd wel de uitdaging. En om alle trucs die je karakter uithaalt ook nog eens te vergoeilijken. Dus ik bedoel, het karakter Charlie uit Goede Tijden deed natuurlijk heel veel dingen heel dom, weet je, heel primair en zo. Kon ik ook redelijk wat van mezelf in herkennen, hoor, moet ik zeggen. Maar heel vaak dacht ik ook, jezus, wat doe je nou weer? En het leuke is natuurlijk om het dan zo te spelen dat je hopelijk de kijker toch zover krijgt dat ze denken, ja, dat was niet handig, maar ja, kijk nou toch, ze bedoelden het toch helemaal niet zo. Ja, ja. Dus dat levend maken van een karakter, dat is gewoon helemaal te gek. Ja, je hebt eigenlijk gewoon tekst op papier en dat wordt ineens wat. Dat giet je ergens in, ja. Ja. En hebben acteurs en actrices iets gemeen met elkaar, denk je? Want ik doe mijn keistypetjes, ik wil niet zeggen dat ik een acteur ben, maar het komt natuurlijk op hetzelfde neer. Ik vind het leukste om iets uit te vergroten in de overtreffende trap en iets wat je totaal zelf misschien nooit zou zeggen of roepen, dat je dat juist wel kan zeggen op het moment dat je dan iets acteert of een typetje doet. Maar wat zou het dan zijn dat die acteurs en die actrices die we kennen dat eigenlijk allemaal zo fijn vinden om te doen? Zit er iets achter? Zit er nog een laagje achter mensen die graag willen acteren? Ja, nou, ik denk wel dat het sowieso mensen zijn die heel nieuwsgierig zijn naar de mens. De psyche van de mens. Dat we allemaal wel willen weten, hoe denken we nou eigenlijk echt en hoe zit dat nou? Waarom handelen we zoals we handelen? Waarom doen mensen zoals ze doen? Dus het is wel een... Ja, de psychologie achter vind ik heel interessant. Ja. Dus ik denk dat wel overeen is. Verder ook misschien wel een heel fijn masker om helemaal je eigen hart te ontdekken en toch op tafel te gooien. Ontladen? En heel ontladen. Ja. Alles kan eruit. Je kunt alles zeggen, je kunt alles doen, want jij was het niet. Maar het is natuurlijk een heel groot deel van jezelf. Ja. Dat is zo mooi. Ik heb laatst, vond ik zo leuk. Dat was eigenlijk zo'n goed ding. Ik sprak een acteur. En die zei ook van, ja, maar je speelt helemaal niet. Je bent altijd jezelf. Toen zei ik, nee joh. Ze zei, wel, tuurlijk wel. Je bent toch jezelf? Je loopt toch gewoon nu zo? Jij bent, dat is toch jouw lichaam? Zeg jou dit? Helemaal zo. Mm. Ik denk dat het misschien wel iets subtieler zit, maar ik begrijp wel wat hij zei. Want het is uiteindelijk gewoon je eigen instrument wat je op tafel gooit. Ja. En het is jouw brein en jouw gevoel. Ja. En hoe jij dat laat zien of voelen. Ja, dat hoort toch een beetje bij jezelf. Ja, nee, dat klopt. En in de mens zit natuurlijk wel donker. En ik bedoel, wit donker en zwart. En ja, bedoel, je hebt gewoon alles. Het is zonder schaduw geen licht. Ja, nee, klopt. Dualiteit. Dualiteit is heel interessant, toch? Absoluut, ja. Nee, ja, we hebben dualiteit nodig. Je hebt in die periode, je zegt, was 16 toen ik Goudkus deed. Dat was een leuke, losse tijd, een soort studententijd. Je acteert dan met je werkt met heel veel mensen van jouw leeftijd. Die dezelfde, waarschijnlijk een beetje hetzelfde DNA hebben en in dezelfde fase van hun leven zitten. Wat was dat voor een tijd? Had je een losbandige jeugd? Hoe kijk je terug op die tienerjaren? Ik kom echt uit een heel veilig nest. Een heel liefdevol nest. Ik ben opgegroeid in Benschop, een heel klein dorpje onder Utrecht. Echt op het platteland, echt in de natuur. Mijn ouders wonen er ook nog altijd. Altijd omringd met boerderijen om ons heen. Dus als er een kalfje geboren werd, dan liepen we de plank over van de sloot. Dan gingen we kijken bij de boer. Ja. Haalden we de biest op, bakten we pannenkoeken. We bouwden boomhutten, sprongen, slootje. Nou, alleen maar dat. Gewoon heel fijn. En onze eigen moestuin in de tuin. Mijn moeder die heel veel van kruiden weet en de planten weet. En mijn vader die van alles, van niks, creëert hij alles. Super handig. Dus ik kom uit een heel hardwerkend gezin. Mijn moeder is kleuterleidster, mijn vader is etaleur. Dus die houden allebei echt van creëren.
En verbinden ook wel. En de magie in dingen. Dus altijd iets mooier willen maken. Dus zij zijn heel erg gewend om het huis ook helemaal zelf op te bouwen. Wel, ik kan me niet anders herinneren dat mijn ouders altijd aan het werk waren. En wij ook altijd om het huis waren. Altijd aan het creëren. Altijd bezig. Ja. Altijd. En van elk salaris wat er een beetje over was, dat werd een klein potje gemaakt. En daar deden we dan iets leuks van. Dus het was helemaal, als ik terugkijk, was het helemaal geen vetpot. Ik begrijp echt niet hoe mijn ouders dat zo geweldig hebben gedaan. Van het salaris wat zij verdienden. Hebben ze er alles uitgehaald. Ja, we hebben zo'n rijk leven gehad. Ik zeg, ik heb echt nog nooit wat hoeven missen. Als wij een winterjas nodig hadden, dan kregen we hem. Maar het was al wel gewoon dat je besefte van dat het, ja, dat papa en mama er hard voor hadden gewerkt. En dus ik kom wel uit een gezin waar, ja, niks was natuurlijk vanzelfsprekend, weet je wel. Het was wel gewoon, je vond het normaal dat je handen uit de mouwen stak. Dus dat zit wel in me. Daarom begin ik er eigenlijk over, omdat ik merk dat ik stapte op een gegeven moment in een wereld waar natuurlijk heel veel mensen wel een soort van met een gouden lepel erin kwamen. Of heel veel netwerk hadden. Mm. Ouders die in de televisie zaten of die al hun sporen hadden verdiend, weet je wel. Dat is ook allemaal heel mooi, want ik bedoel, hoe ik nu op mijn kinderen groei nu meer zo op, weet je. Ja. Dus het is allemaal natuurlijk helemaal goed. Maar ik kwam wel echt een beetje als een vreemde eend zo daartussen. Mm. En ik denk dat heb ik zeker wel ook wel vaak zo ervaren. Maar tegelijkertijd was het ook natuurlijk mijn kracht, weet je. Was het ook dat ik dat zo bijzonder vond, dat je juist die altijd heel dicht bij jezelf bleef en ja, gewoon in die puurheid bleef zitten, die ik gelukkig nooit verloren heb. Omdat ik wel zie dat dat gewoon heel belangrijk is. Ja. En dat was ook in die tijd. We waren natuurlijk gewoon met een grote groep jongeren. Ik was echt wel een jonkie. Ik was echt wel de jongste van de club in het begin. Met Vrouwkje, weet je, Vrouwkje de Bot. Ja. En Jozefie van Asdonk en Winston natuurlijk. Later ook nog heel, heel veel van in Costa gespeeld, hè? Ja, die films. Costa die gedaan. Lauders, ja, dat is Johan mijn Nijenhuis. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Johan gaf me toen de kans om in Volle Maan te spelen. Dat was ook superleuk. Te gek, ja. Ik heb die films allemaal op DVD gehad thuis. Allemaal lekker, toch? Ja. Ja, die posters had je daarvan. En Cas Jansen en Daan. En hij trok gewoon natuurlijk altijd... Johan is natuurlijk wel iemand geweest die altijd heel veel... die het talent wel zag bij mensen. Ja. Die wist dat wel goed hoe die de commerciële kant moest mengen met het spel. En ja dat vond ik wel heel, heel leuk dat ik daar onderdeel van geweest ben. Maar goed, ik rolde daar dus in. Ja, dus dat die wereld was natuurlijk wel heel anders dan thuis. En de nuchterheid van mijn ouders ten opzichte van soms de hysterie van het andere en dat buitenkant verhaal. En dat was wel een bevrijding om het beide te hebben. Ik denk dat het heel lekker is dat je mensen achter je hebt staan die altijd gewoon eigenlijk heel goed weten wie jij bent. En als je het zelf dreigt te verliezen in een periode waar je op zoek bent naar jezelf. Wordt. Ja, dat je gewoon de hulp krijgt om sowieso dat ze zeggen, kom even lekker, wie een weekendje thuis slapen. Oh ja, nou ben je alweer geground, want dan staan je voeten weer in de aarde. Heb je ooit het idee gehad dat je het een beetje aan het kwijtraken was? Nou, ik heb wel periodes gehad dat ik dan dacht... oh ja, ik ben nu wel heel veel met bepaalde mensen aan het omgaan... die misschien niet zo... die niet het beste bij mij omhoog halen. Weet je, wel veel lol en plezier... maar misschien niet zozeer dat het nou echt bij mijn eigen DNA past. Productief? Nee. Wat, en daar doe je dan gewoon veel feesten? En, Ja, toch wel veel feesten. Gewoon, en dat is ook hartstikke leuk, joh. Ik vind dat is ook allemaal prima, maar je voelt op een gegeven moment wel van... oh ja, misschien dat ik dit wereldje een beetje achter me moet laten. Ja. Even iets meer focus op mezelf. Goed voor jezelf zorgen. En wel leuk weten om waar je prioriteit ligt. Ja, zeker. Zeker als je er op tijd uitkomt. Precies. En je ziet het in. En je weet waar je mee bezig bent. Dan is het alleen maar leuk om er nu zo op terug te kijken, denk ik. Ja. Ja, en ik zat zelf nooit... Ik was altijd wel... ze dachten volgens mij altijd dat ik zwaar aan de drugs was, omdat ik altijd voor vrolijke springen door de tent ging. Maar ik had nooit wat nodig. Ik heb dat nog nooit hoeven doen, maar wel natuurlijk lekker aan de alcohol. Tuurlijk. Ach joh, en ik vind het allemaal goed. Ik bedoel, weet niet. Ik voelde me altijd wel senang. Ja. Ja. Nou, mooi. Ja. Nee, maar als je zo'n goede achtergrond hebt en zo'n goede basis vanuit... ja, je opvoeding en wat je daar hebt meegekregen en hebt gezien altijd... Dan denk ik ook best wel dat je een keer een uitschietje kan maken. Ja, als hoor. Je dan weet dat je weer terugkomt. Je hebt zo'n lekker vangnet, joh. Dat komt wel goed. Ja. En dat vangnet is dus gewoon liefde. Weet je wel? Dat heeft niks te maken met... oh ja. Maar dat stralen jij en je zus ook altijd wel uit. Als ik jullie wel eens voorbij zie komen op televisie of zo... krijg ik er altijd een warm gevoel van. Lief. Ja. Ik denk, als ik ook naar deze verhalen luister... kan ik me heel goed voorstellen dat jullie echt een...
Ja, leuke tijd hebben gehad vroeger. Ja. Ja, leuk. We hebben ook nog een broer. Die moet ik niet vergeten natuurlijk nu. Nee, maar met het broer. Gezin het in het leuk. Algemeen. Nee, we hebben het gewoon heel leuk met z'n vijven gehad. Wij woonden echt in het dorpje. We waren eigenlijk een beetje toch ook wel een beetje gekke familie in het dorp, denk ik. Ja. Mijn vader met zijn kleine knotje en zijn armbanden. En een beetje toch wel de piraat van het dorp. We hebben toch ook wel de Indianenfamilie genoemd. We zaten altijd in die hoek natuurlijk daar. Met al die planten en kruiden. En gewoon met elkaar daar. Kwam je op een paard met twee van die strepen op je wangen? Liefst kwam je wel. Zo richting de supermarkt? Liefst wel. Ja, dat vonden ze heel raar. Heel gek. Heel raar. Ja, joh, bekrompen mensen daar allemaal. Dat dorp bij jullie. Hè? Heb ik niks meer gewend. Ja, komt die Jawatta aan. Ja. Kom zo, hoor. Ja. Met de rooksignalen altijd. Ja. Ze staan weer een kampvuurtje te bouwen. Ja, die paarden wilde ik wel hebben. Ja, dat leek me wel wat. Ja. Hey, op een gegeven moment ben je een bekende Nederlander. Dan ga je vervolgens ook presenteren. Dat ben je nog steeds aan het doen. Ja. En dat is eigenlijk ook nog de fase waar je nu de afgelopen jaren eigenlijk in zit. Maar wat ik eigenlijk veel interessanter nog vind dan dat. Want dat weten de meeste mensen van je. Is eigenlijk die stap die je nu hebt gemaakt. En misschien is het niet een stap. Maar ben je er voor het eerst mee echt naar buiten aan het komen. En ik hoor nu al een beetje zeg maar hoe je bent opgegroeid. Kan ik me voorstellen. Ja. En in een creatieve familie waar je veel aan het creëren bent. Dan heb je ook oog voor meer dan alleen het stramien waar we in zijn opgegroeid. Zeg maar in deze maatschappij. Jij en je zus, die hebben nogal wat met de maan, kan ik wel stellen. Vertel, wat is die fascinatie en hoe is dat ontstaan? Nou, dat is eigenlijk iets wat ongeveer 8-9 jaar geleden kwam mijn zus terug van een trip die ze had gemaakt naar Frankrijk. En ze had daar een tussenstop gemaakt bij vrienden van mijn ouders uit het dorp. Die hebben daar een bed and breakfast zijn ze gestart in de Jura, een gebied in Frankrijk. Ja, ik ken het. Naar Arbois, het plaatsje, hebben ze natuurlijk wordt kaas gemaakt, wijnen gemaakt. En ze waren daar op een doordeweekse dag en alles bleek dicht. En ze kwam terug en zei tegen die mevrouw van... wat gek eigenlijk dat alles dicht is hier. Waarop zij zei, ja, ach joh, ja. Nee, ja, klinkt misschien een beetje gek. Maar wij leven hier op de stand van de maan. Mm. En hele nuchtere mensen. Dus wij vonden dat natuurlijk gelijk al wel heel leuk. Op de stand van de maan, oké, in deze tijd is dat nog steeds. Hoe werkt dat dan? Ze zei, we hebben het meerdere malen getest. We hebben gewoon gezien, als we het niet doen... We zijn in het begin eigenwijs geweest... dat de boeren hier zeiden, als wij tomatenplanten gingen kopen... en ze zeiden, wacht nog even 3 dagen, zet hem dan pas in de grond. Dan was ik natuurlijk weer ongeduldig en plant ik hem meteen. Maar de boer die wel 3 dagen wachtte met dezelfde tomatenplant... op dezelfde dag gekocht, had veel meer opbrengst dan ik. Ja. Dus op een gegeven moment ga je om en doe je het gewoon. En zitten we nu met z'n allen in een hele fijne flow... waar dingen veel meer voor ons werken dan tegen ons werken. Ja. En eigenlijk dat verhaal, dat vertelde mijn zus mij... en we waren daar meteen op aan, allebei. En zeiden, maar dit is toch prachtig, weet je? Hoe bijzonder dat juist eigenlijk het natuurkundige... het hele, de boerenwijsheid, om het zo maar te zeggen... ja, met de maan zo verstrengeld is. Maar eigenlijk, hè? Want het is, als ik het zo hoor, ik vind het leuk. Maar het is toch ook zo logisch eigenlijk? Dat we hebben toch... te maken met een cyclus. Mega. En het is toch zo raar om te denken dat daar die maan daar maar hangt. En dat die allemaal maar geen functie heeft buiten het feit dat die s'avonds een beetje schijnt. Even plat gezegd. Ja. Maar vertel door. Maar dat is precies. Dat vind ik dus zo leuk wat jij zegt. Want het is namelijk zo zaten wij er ook in. We dachten, de maan wordt belicht door de zon. Ja. En hij heeft fases. De maan is vrouwelijk. We kwamen erachter dat de maan... Nou, dat wisten we natuurlijk wel al. Maar de maan heeft natuurlijk heel veel invloed op eb en vloed. Ja. Kracht maar op water. Maar dat is al zo bijzonder. Zo bijzonder. Dat vinden we normaal. Maar dat sorry dat ik je onderbreek. Nee, maar dat is ook heel bijzonder. Maar het is zoiets magisch. En ik vind alles wat wij... Weet je wel, een regenboog, bliksem, regen. Kijk even naar de sneeuw van de week. Ik heb echt gewoon buiten gestaan. Ik heb gewoon om me heen gekeken. En ik denk, prima dat we dit allemaal nu natuurkundig en wetenschappelijk kunnen verklaren waarom dit gebeurt. Maar het is zo fucking bijzonder. Ja, ervaar het gewoon. Ja. Voel het. Het is zo bijzonder. Het doet maar, gewoon iets met je. Absoluut. Maar dat zijn we wel allemaal als normaal gezien. En daar lopen we dan een beetje zo aan voorbij. Maar ook zoiets als eb en vloed. Come on. Ja. Het is waanzinnig. Fantastisch wat daar gebeurt. De tij van het water. Het is natuurlijk heel gaaf. En als je ook bedenkt dat... wij bestaan als mens natuurlijk voor een heel groot percentage uit water. 65% volgens mij. Ja, meer dan nog. Zelfs baby's helemaal. Dan denk je, moet je nagaan dat je gewoon... Natuurlijk heeft die maan dan effect op ons. Ja. En op planten. Ik bedoel, de sapstroom in planten... die heeft ook weer heel veel effect met de maan. Dat is allemaal samenspel. Ja. Dat sprak ons gewoon heel erg aan. En de cyclus van de maan loopt gelijk aan de cyclus van de vrouw. Die heeft ook 28 dagen, net als de menstruatiecyclus van de vrouw. Ja. Dat vind ik allemaal gewoon, dat is allemaal fascinerend. Dat was toch vroeger ook een... Dat was toch vroeger... Net heeft mijn vriendin mij wel eens verteld...
dat vrouwen vroeger gewoon op zo'n speciale dag bij elkaar kwamen om dan gezamenlijk, ja, in de ongesteld woorden, gezamenlijk. Nee, maar je kon bijna een landkaart leggen. En dan wist je eigenlijk al, als je keek naar hoe de maan scheen, hoe die de wereld belichtte, wist je waar de vrouwen op dat moment ongesteld waren. Ja. Omdat dat was ook zo bijzonder. Bij nieuwe maan is eigenlijk, gaat het heel erg over in jezelf keren. Dus nieuwe maan is een soort, dat is één keer in de 28 dagen is de maan helemaal donker, is die onbeschenen. Mm-hmm. En vervolgens gaat die klimmen. We zijn nu weer aan het klimmen. Dat heet wassende maan, naar de volle maan toe. En van de volle maan ga je weer naar beneden, naar de nieuwe maan. Dus het is gewoon één grote cirkel. En elke fase heeft een iets ander effect op ons, op de mens, op de natuur, op de wereld om ons heen. Wat gebeurt er met die maan? Staat in een verbinding met de stand van de zon? Want ik heb, kijk, als de zon er volop staat, heb je dan een volle maan? Of ja, want de maan zelf belicht, wordt eigenlijk niet verlicht. Die kan zelf niet schijnen. Nee, precies. Hij wordt belicht door inderdaad de zon. En ja, dat is natuurlijk wel mooi. Dus de stand van hoe de zon is ten opzichte van de maan en aarde, zo krijgen wij dus de fases van de maan te zien. Ja. En nieuwe maan bijvoorbeeld, als je het over menstrueren hebt, hebben we het even over hadden. Een leuk onderwerp voor jou. Geweldig. Nee, ik ben op dit moment aan het menstrueren. Ja, nou, heerlijk. Dus, nieuwe maan geweest, hè? Als ik wat geprikkeld ben, dan moet je maar zeggen, hoor. Nee, maar bij nieuwe maan waren de vrouwen vroeger ongesteld. En bij volle maan ovuleerde de vrouw. Dus was het meest vruchtbaar. En ja, nu door natuurlijk de invloeden van het licht en ja, door ook wat we eten, natuurlijk wat er allemaal in zit, en ja, zijn we daar een beetje uit ons ritme gehaald. Ja. Maar het is natuurlijk wel weer heel gaaf om iets te kijken hoe we iets terug kunnen naar die flow. En wij hebben dat zelf, we waren er gewoon nieuwsgierig naar. Dus we gingen er heel veel over lezen en heel veel over informatie tot ons nemen. En we wilden het zelf een jaar ervaren. Dus we dachten, ja, we willen eigenlijk wel weten of dit nou echt klopt. Dus we zijn gaan schrijven. We zijn alle informatie die wij interessant vonden gaan opschrijven elke dag met symbolen erbij van wat is dan het handigst om die dag dan te doen. En ik bedoel, een beer schiet allemaal leuk en aardig, maar dat hoeft niet meer in deze tijd. Dus wat gaan we wel gebruiken? Nee, precies. Nou, dat hebben we gedaan. Dat was zoveel werk dat we dachten, ja, maar dit moeten we toch delen. Dit is toch gewoon, dit kan niet iedereen zomaar doen, weet je. Nee. En de informatie vinden wij zo fascinerend. En hij is zo gaaf van de Inca's en de Kelten en de Maya's en alle natuurvolkeren leefden met die prachtige kalender in de lucht, de maan. Ja, dat is niet in maanden leven, maar in manen leven. En dat zijn 13 volle manen in een jaar. Dus hoe gaaf eigenlijk als je uiteindelijk naar die 13 volle manen kan gaan leven. Ja, en dat je op die flow zit met z'n allen. Dan is er ook uiteindelijk, gek genoeg, niks zweverigs aan. Het is gewoon, wat ik zeg, het is boerenwijsheid. Het is gewoon, ja. Maar het woordje zweverig is natuurlijk gewoon, het heeft gewoon een hele negatieve lading. En wanneer ben je zweverig, ja. Hetzelfde met mensen die zeggen, ja, maar ik ben eigenlijk te nuchter voor. En ik, ja, te nuchter voor. Maar nee, ik ben ook een heel nuchter mens. Ja, dat maar is, Jet ook, mijn zus, dat is de grap. Ja, maar het is ook zoiets wat je dan, mensen die dat roepen, ja, ik ben zo nuchter. Dus ik vind dat een beetje apart. Ik ben ook nuchter, behalve het weekend. Maar ja, nee, maar ik ben meer van, ik bedoel, het is, als je gewoon kijkt naar waar wij leven op deze planeet, of in deze planeet, op deze aarde. Je hebt een compleet sterrenstelsel. Je hebt inderdaad geschiedenisboeken die uitwijzen dat de Maya's, de Inca's, iedereen deed wat met dat sterrenstelsel. Ja. En iedereen haalde daar informatie uit. Nou, ook hele grote mensen. Einstein en zo hadden ook allemaal gewoon astrologie. Hè? Die lieten zich ook daardoor leiden. Die doken daar ook in met belangrijke beslissingen wat ze moesten doen, wanneer ze het moesten doen. Maar waarom is iemand dan zweverig op het moment dat hij dan daar informatie uit probeert te halen? Ja, ik zie het meer als, je hebt oogkleppen op als je het niet doet. Ja. Weet je, het is toch waanzinnig mooi als je laat omarmen door dat. En wees er niet bang voor. Maar denk gewoon, ja, we zijn onderdeel van zoiets groots. Ja, wat zou nou zijn die gekke kleine aardbol ten opzichte van het hele universum? Daar gebeurt natuurlijk heel veel. En de maan is gewoon, ja, ze is natuurlijk waanzinnig mooi ten eerste. Ja. En ze geeft ons gewoon hele bijzondere energie. Dus hoe gaaf. En jij gaat dat dan op een gegeven moment, ga je dat met je zus testen? Hoe gaat dat? Wat ging je testen? Nou, we hadden natuurlijk gewoon geschreven op alle kennis die we lazen. Dus, en we hebben wel heel veel mensen, dat is ook leuk. Want als je eenmaal gaat verdiepen in iets, krijg je ook de juiste mensen op je pad. Als je in vertrouwen iets doet, komt het tot je. Ja. Dat merkten wij heel sterk. Dat is nog steeds tot op de dag van vandaag. Iedere keer weer worden we verrast. Mm. En dan krijg je de informatie tot je. En dat zijn we gaan opschrijven. Dus we zijn gewoon ons eigen kalender gaan volgen. Dus het eerste jaar was heel spannend. Ten eerste of überhaupt mensen het leuk vonden om mee te doen. Maar vooral ook. En hoe heb je mensen opgeroepen dan om mee te doen? Nou, eigenlijk door natuurlijk onze social media. En
En media haakte er wel heel mooi op aan. We hebben wel heel veel mazzel gehad. We hebben natuurlijk heel veel echt te gekke collega's en mensen die we al die jaren, nou ja, heel echt oprecht niet bedoeld om iets terug te krijgen. Want ik had helemaal nooit bedacht dat ik ooit in de maan zou duiken en de kracht van de maan. Ik bedoel, nee, dat ik dit zou gaan doen. Maar dat is leuk dat je al die jaren die mensen hebt toch hebt gesteund en geholpen. Want ik vind het altijd goed om mensen te helpen die een eigen business of iets starten vanuit hun hart. En dat moet gewoon, dat moet geholpen worden. Ja, ja. Maar het bijzondere was eigenlijk dat zich dat terugkeerde. Dus mijn zus en ik hebben elkaar echt heel vaak aangekeken van wow, wat bijzonder dat deze persoon nu dit gaat posten of dit gaat helpen, weet je, of noemt ergens in een interview. Ja, dat is voor ons natuurlijk te gek. En dan, dan bouw je een community. Dus dan krijg je natuurlijk de juiste mensen op je pad die het ook leuk vinden. En het heel erg weghouden van een soort geitenwolle sokkenhoek, maar zeggen van iedereen is welkom, weet je. We leven allemaal onder dat geweldige licht van de maan, dus kom erbij, weet je. Laten we gewoon met elkaar dit onderzoek starten. Mijn zus en ik zijn zeker niet de deskundigen. We weten inmiddels best wel veel, omdat we veel hebben gehoord. Maar wij willen de vragen juist stellen aan de mensen die ze wel kunnen beantwoorden op de juiste manier. Dus daar ligt voor ons ook nog steeds de uitdaging om al die mensen die zoveel kennis hebben een platform te geven om het bij ons te mogen vertellen. Weet je, kom, vertel, deel. En ja, dat gebeurde dus. Dus dat delen gebeurde ook dus op social media en overal. Dus het ging als een speer. Ja. En we waren uitverkocht al voor kerstavond de allereerste keer. Ja. En we hadden natuurlijk gewoon ingekocht van ja, hoe moeten we doen? We doen het echt met z'n tweetjes. Het is echt ons eigen spaargeld. We willen helemaal geen input van niemand dan ook, zelfs niet heel dichtbij. Zeiden, nee, dat gaan we echt samen doen. Dus het was best spannend. En dat het dan meteen zo omarmd wordt, was natuurlijk waanzinnig. En dit jaar hebben we dat weer gedaan. Dus je hebt een kalender gemaakt op basis van de stand van de maan. Ja, een moonkalender gemaakt. Een maar neem ons eens mee, want hoe werkt dat? Nou, je hebt eigenlijk, bijvoorbeeld vandaag is het misschien wel leuk om dan te doen. Dus wassende maan in Ram. Kun je het echt per dag kun je kijken naar de stand van de maan? Iedere dag kun je het zien. Staat er een stand van de maan, dus de fase en het sterrenbeeld waar die in staat. En is het ieder jaar hetzelfde? Nee, het is elke keer anders. Dus wij kunnen nooit iets herhalen. We moeten elke keer opnieuw beginnen met alles. Die kalender moet volgend jaar gewoon opnieuw gemaakt worden? Helemaal. We zijn nu alweer begonnen, moet alles is gewoon helemaal opnieuw. De standen zijn iedere dag anders. En en natuurlijk de kracht van de sterrenbeelden zijn wel hetzelfde. Dus het karakter van de sterrenbeelden blijft. Maar het is ook weer heel belangrijk, maar dat is een stap verder. Daar zijn we nu mee bezig om de rest van de planeten daar een beetje in te betrekken. Maar goed, laten we het beginnen bij de maan. Dat is al ingewikkeld genoeg als ik het zo moet uitleggen in korte tijd. We hebben het echt heel erg simpel gemaakt in onze maankalender. Dus daar staat gewoon een stand van de dag. Daar staat onderin welk gedeelte het sterrenbeeld staat. Dus Ram bijvoorbeeld, zoals vandaag, is heel erg het gebied van de hoofd en de hersenen. Dat is het bovenste gedeelte. Elk sterrenbeeld gaat eigenlijk door een deel van je lichaam. Dat klinkt een beetje gek, maar dat betekent eigenlijk, als je het heel erg praktisch maakt naar nu, drink gewoon lekker een beetje meer water, vocht, want je kunt sneller hoofdpijn krijgen en meer liggen malen. Ja. Onrustiger zijn in je hoofd. Nou, dat is iets wat natuurlijk in eerste instantie schrijf je dat op. En dan hoop je maar, klopt dat dan ook echt? Is en waar hou je die informatie dan? Och, lieve, elk boek waar maan op stond of moon of... We zijn gewoon begonnen, weet je wel? En dan ontmoet je dus gelukkig hele goede astrologen... Ja. Die dan verder helpen en zeggen, oh, maar dat klopt niet, meiden. Nee, dit is niet goed. Nee, ik zou het zo benaderen of ik zou het zo. Dus je verfijnt het iedere keer. Dus onze eerste kalender was natuurlijk veel minder goed dan die nu in de markt staat. Die vind ik natuurlijk nog veel beter. Die is veel dieper en die heeft veel meer de kennis die wij nu vergaard hebben daar weer in zitten. En het is, nou, dat dus, en dan hebben we symbolen geplaatst per dag. Die hebben we achterin, hebben in de legende staan wat ze betekenen. Dus dan is het vandaag is het een hele goede dag om, we hebben bijvoorbeeld extra water drinken moeten dan in, omdat anders hoofdpijn sneller kan ontstaan. Maar ook een beautydag is heel, heel geschikt. En zo hebben we iedere keer hebben we dan dingen eronder staan wat dan passend is voor die dag. Ja. En dat dan 365 dagen in een jaar. Wat dus grappig. Dat loopt helemaal rond. En dan, dus je krijgt gewoon iedere dag krijg je tips eigenlijk? Je krijgt iedere dag tips. Maar niet alleen over de maan. We hebben ook hele leuke tips over hoe maak je bepaalde theeën van goede kruiden. Wat doen die kruiden met je? Wat zijn lekkere recepten sowieso die we delen? Onze lievelingsrecepten, onze lievelingsboeken, onze lievelingsmethodes die we volgen. En Wim Hof leggen we uit dat natuurlijk fantastisch is wat deze man doet. Is ook hier geweest. Ja, gek zeg. Je zit in een stoel van Wim Hof. Oh. Vandaar dat het zo lekker gaat. Hè? Ja, maar een hele bijzondere man natuurlijk. Ja, zeker. Echt te gek. Die werd ik ook voor gek verklaard in het begin, toch? Ja, nou, de grootste ster uit Amerika. Hang aan zijn lippen. Ja, maar dat bedoel ik, dat is toch helemaal te gek. En, ja, ik ben ook heel blij dat ruimte kreeg. Waanzinnig. En eigenlijk zo is onze kalender gevuld met de mooiste quotes. En we willen gewoon een hele leuke
Ik vind het heel leuk dat het een lifestyle wordt die normaal is. Dat onze kinderen misschien straks wel leren over sterrenstelsels. En maar begint, leren over hè? Het universum. Het begint nu gelukkig. Het is echt leuk om te zien. Ja, dus zeker dat is weten. Mooi. Dat we onderdeel zijn van iets, wat ik al zei, iets veel groters. Ja, nee, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Wat is er volgens jou gebeurd op de 21ste van vorig jaar? 21-12-2020, hè? Dat was wel een dag. Ik heb daar ook, ik ben echt nog naar buiten gelopen. Ja, dat was heel bijzonder wel, hè? Sowieso een hele mooie datum natuurlijk. De datum zelf, denk je al. Oh. Ja. Maar ook vanuit die Maya-kalender, hè, dat is ooit verspeld. Einde van de wereld. Ja. 2012 was het eigenlijk, rekenfoutje. Of via de Ethiopische kalender, wordt een beetje ingewikkeld. Maar ja. Daar zitten wat... ik bedoel, uiteindelijk is het ook voor veel mensen toch een beetje gissen. En je moet het doen met de informatie die je krijgt. Ja. Maar tot 2021 een bijzonder jaar zou worden, stond ook wel weer vast. Nou, we zijn natuurlijk wat ze zeggen is eigenlijk dat we het Aquarius-tijdperk ingegaan zijn. En dat is het Waterman-tijdperk. En we zaten in het vissen-tijdperk. En dat is wel uniek, want het is eigenlijk sinds 13.000 jaar is het voor het eerst anders. En dat daar dan een shift in komt in energie, is dan eigenlijk toch heel logisch. En hoe dat wordt, dat moeten we nu ervaren. Maar dat ervaren we nu dus ook met z'n allen al. En als je kijkt naar de uitleg over Waterman. Nogmaals, ik wil niet vervallen in de hof van deskundigen, want dat kan ik. Die andere mensen die wij kennen, die kunnen het veel beter uitleggen. Maar ik leg het een beetje Jip en Janneke uit voor hoe ik het meekrijg. Ja. Maar we zijn gewoon leergierige studenten. Ja, maar zo voel ik me dus ook. Ja, ik ook. Ik dat weet, is leuk, ik weet er ook niks van, maar ik wil het wel ik allemaal weten. Ik wil gewoon weten. Ik zeg altijd, vertel me dan, hoe zit dat dan? Nou, die zeggen ook van, het is gewoon een heel bijzonder tijdperk, omdat het eigenlijk weer een nieuwe... renaissance noemen ze het ook wel. Een soort renaissance waar we weer ingaan. En we zitten heel lang in de industriële revolutie. Ja. Dat is natuurlijk wat er gebeurd is. En het gaat heel erg over presteren. En alles moet nu. En ook macht, is het ego. Macht, ego. Ja, geld is heel belangrijk. En waar we nu naartoe zouden gaan, is dat eigenlijk juist niet aan de hand. Dus tuurlijk blijft die macht, wil zijn macht behouden. En die wil het ego, dat gaat heel hard opspelen om dat vast te houden. Maar eigenlijk is er aan de andere kant iets heel bijzonders aan de gang, waar het juist gaat over gevoel, intuïtie. Ontwaken. Ontwaken is natuurlijk een heel mooi woord. Ja. En natuurlijk de Aquarius, dat de technologie. Ja, Waterman houdt heel erg van gadgets, van de snufjes, van technische aspecten eigenlijk. En dat kan natuurlijk heel mooi werken als je dat voor je laat werken. Want dan kan het echt iets betekenen. Maar het kan zich ook tegen je keren door waar we nu natuurlijk wel tegenaan lopen. Wat je veel hoort van, hoe gaat het met ons data? Hoe privé zijn we nog? Nou, dat zijn we natuurlijk al lang niet meer. Nee. Big Brother is watching us. Ik moest zo lachen. Ik heb mijn bokstrainer. Ik hou echt van hem. Het is echt een... Ja, het is gewoon een heerlijke, nuchtere Rotterdammer. Als je zit te luisteren, Leon. En Leon die zei tegen mij van... ik heb bel veel met hem over de situatie waar we nu in zitten. En wij delen dezelfde frustraties. Dus dat zijn fijne telefoongesprekken. Want dan ben je zo 2 uur verder. En daar gaat het ook over, weet je wel, de controle die wordt uitgeoefend over eigenlijk het, ik vind het volk vind ik altijd een beetje raar klinken, maar over de mensen, hè, ook gewoon over ons, over ons allemaal, hè, waar je het over hebt, hè, data, et cetera, big tech eigenlijk, die veel te veel macht hebben gekregen. En wat prachtig is, hè, want social media heeft ons superveel gebracht, maar goed, daar zitten natuurlijk ook spannende kanten aan. Het kan inderdaad, het is maar net wie krijgt het in handen en hoe wordt het gebruikt of misbruikt. Ja. Maar mijn bokstrainer zei, daar had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Die zegt dan, ja, weet je, jullie generatie, jullie geven alles weg, joh. Serieus, waar gaat dat over? Dan neem je een iPhone en dan geef je het meest kostbare stukje van je lichaam. Dat geef je weg. Oh ja. Je vingerafdruk. En dan laat je je face scannen. Dat partijtje daar in Silicon Valley, die heb alles van je opgeslagen. En je geeft het allemaal zomaar weg. Dat was vroeger, hè? Een vingerafdruk. Dat kon je vroeger. Daar moest de politie moest een dwangbevel voor hebben, ja, weet je wel. Dat mocht natuurlijk helemaal niet. Nee. Ja, dat is waar. Maar en toen zei hij dat. Ja. Toen dacht ik, holy shit. Ja, hij heeft gelijk. Dat is natuurlijk waar. En dat vond hij zo apart. En dat hij gewoon zoiets van, waarom doen jullie dat allemaal? En waarom moet altijd alles op de social media? En hij zegt, weet je, dan koop je een nieuwe iPhone en dan koppel je daar weer je iCloud mee en dan moet je vervolgens op moet je 45 pagina's scannen. Ja, die ga je nooit scannen, die dus ken je zegt niet. Akkoord, ik ga akkoord. Nou, wat staat er allemaal in? Ik heb dat geen idee. Nee. Met die cookies hetzelfde. Nee, maar daar zitten we in. Maar dat is precies waar we in zitten. En ik merk ook dat, ik ben ook wat dat betreft wel daar dan laks in, want ik ga dus niet die 45 pagina's lezen, maar ik denk dan ook, ach, het zal me wel. Het is nu, weet je, ik leef nu. En dan laat ik dat dus los, merk ik. Ja.
Maar ja, we zitten nu op een moment dat we volgens mij wel met elkaar een beetje wakker moeten worden van wat willen we nou eigenlijk en waar staan we met z'n allen? Absoluut. En het gaat vooral om vrijheid natuurlijk. Zeker. Ik vind vrijheid is, ik ben een waterman ook nog eens. Nou, dat is alleen en al vrijheid wat het roept. Je moet vooral niet op mijn nek gaan zitten, dan ben ik weg. Nee. Dus het is meer van, dat hebben gelukkig heel veel mensen die dat zo voelen. Dat ja, je eigen vrijheid is natuurlijk wel, dat is heel veel waard, weet je wel. En, daarin belemmerd worden, dat kan natuurlijk een beetje natuurlijk om elkaar te beschermen. Allemaal heel erg logisch. Heel logisch. We moeten het met elkaar doen. En ik zie ook genoeg mensen om me heen die hebben horecaondernemingen. En je wil natuurlijk wil iedereen dat die zo snel weer open kunnen, zo snel mogelijk open kunnen. En winkeltjes die omvallen en zo. Dus iedereen heeft heus wel hetzelfde doel en niemand is daar asociaal in. Dat geloof ik helemaal niet. Dat is een klein gedeelte van de bevolking misschien. Maar het merendeel wil echt wel dat het allemaal goed komt met ons, met Nederland. Maar ik vind het wel jammer dat als je een beetje anders denkt, of als je even meedenkt bijna, zo zou ik het willen noemen, dat je als de politici iets zeggen of er gebeurt iets, dat ik denk, maar is dat nou eigenlijk wel zo logisch? Dat überhaupt die vraag stellen, is dat nou wel zo logisch? Dat is bijna al niet meer mogelijk in deze tijd. En maar het is ook, het is maar net hoe je er naar kijkt. Ik heb met Katja hier ook gesprek over gehad. Katje Schuurman, die staat er een beetje hetzelfde in als ik. En ik heb me natuurlijk vanaf het begin af aan best wel uitgelaten op Instagram over deze hele situatie. En ik heb me eigenlijk nooit laten beïnvloeden door de reacties die ik kreeg. Omdat ik wil niet gevangen zijn door de mening van een ander. Ja. Ik wil mezelf kunnen uiten en ik zie gewoon dat heel veel dingen niet kloppen. En daar mag je totaal mee oneens zijn met mijn mening. Vind ik helemaal prima. Ja. Ik zal ook nooit dwangmatig mensen gaan overtuigen van mijn gelijk. Want ik wil ook niet dat mensen dat bij mij doen. Nee. Ik resoneer gewoon met mijn intuïtie. En ik heb er een gevoel bij. En ik kan dat soms niet eens altijd 100% uitleggen. Maar dat is gewoon wat ik voel. Bijvoorbeeld Katja had toen een aantal maanden geleden had zij ook een keer een post gedaan. Dat ze echt belachelijk vond hoe die horeca werd aangepakt. Ja, ja, dat is natuurlijk. Er stonden daar, laten we zeggen, 50 negatieve reacties onder. Maar zet ze eens alle 50 hier in de woonkamer. Mm-hmm. En het valt allemaal wel mee, snap je? Ja. Maar het is ook maar net, het komt hard binnen als je een reactie ziet van ja, je mafkees, je bent tegen de regels en je bent asociaal. Ja, dat... Ze heeft het nu toch ook eigenlijk, als je het zo bekijkt, in Bonaire. Ze is aan het werk in Bonaire voor een film. Ze krijgt nu de heel Nederland over zich heen omdat ze in het buitenland zit. Oh, echt? Was geloof ik van het weekend. Maar meer om aan te geven dat het is natuurlijk, dat vind ik dus heel kortzichtig. Want ik denk dan, jongens, we willen toch allemaal leuke dingen zien? We willen toch allemaal mooi materiaal zien? We willen toch tv kunnen kijken, films kunnen kijken? Ja, daar moet voor gewerkt worden. En zij gaan dan nu naar Bonaire. Wat maakt het nou uit? Ze testen zich, ze zorgen dat het netjes is. Waar bemoeien wij ons dan mee? Nou ja, dat ontstaat natuurlijk omdat dat er niemand snapt de logica meer. Nee. In alle maatregelen is geen logica meer te vinden. Waarom mocht de IKEA wel open en mochten evenementen niet doorgaan? Ja. Ik bedoel, fastfoodketens open, slijterijen open. Best wel ongezond allemaal. Ik ben er blij mee hoor. Trouwens, ik vind het heerlijk dat ik een wijntje kan halen. Maar tuurlijk, als je het vergelijkt met wat er dan allemaal dicht moet zijn. Wat eigenlijk open had moeten zijn om je weerstand en je immuunsysteem een beetje goed te krijgen. Ze zijn gek. Daar klopt natuurlijk niks van. Knettergek in de politiek. Echt, het spijt me zeer. En nee, maar ik, er zit geen logica meer. Ik probeer het ook niet te begrijpen. Ik hoor politicus, mensen uit de politiek hoor ik dingen roepen die zo tegenstrijdig zijn dat ik gewoon, ik ben niet eens meer op zoek naar logica. Maar wat ik wel voel, en dat kan ik ook niet echt verklaren, ik voel wel dat het allemaal soort van toch blijkbaar nodig is om naar een soort nieuwe wereld te gaan. Ja. En dat vinden mensen misschien ook een beetje, ja, dan komt het woord weer zweverig. Maar ik heb de laatste tijd heb ik gewoon veel meer berusting erin. Ik heb het de eerste maanden van vorig jaar heb ik echt gewoon zo'n gevoel gehad van ja, godsamme, flikken ze me nou allemaal, joh. Ja. Dit klopt niet. En met die testen, hoe zit dit dan en dat dan? En dan ga je dingen lezen, weet je wel. En dan prik je die en die en die. En op een gegeven moment stap je er even uit, omdat je denkt, ja, weet je, het is too much. En ja, ik ben nu op een punt dat ik denk van, het komt wel. Ja. Mensen gaan vanzelf wel voelen en inzien wat wel en niet klopt. En als dat ja, iets maar anders... dat vind ik dus heel tof. Wat jij nu zegt is zo waar. Ik denk dat ik heb al het woord resoneren ook bij jou gehoord. Ja. Hè? Ik vind het heel erg in resoneren met je intuïtie, met je gevoel. Ja. En dat durven delen met mensen. Ja. En het is gewoon... wat ik zelf namelijk... wat ik irritant... ik ben zelf nooit veroordelende mensen. Het zal me echt een worst wezen. Als iemand iets doet waar ik het niet mee eens ben, dat mag. En dat is heel vaak zo. Maar dan ga ik er of niet naar kijken, of ik heb niet de behoefte om daarop te reageren. Of ik laat het gewoon. Klopt. Laat mensen zelf hun eigen pad ontdekken, toch? Zeker. Maar ik begrijp het nooit zo goed dat het
dat mensen de behoefte voelen om daar heel hard op in te hakken. Ik ook niet. Laat het gewoon. Weet je, als je de Sepp lekker voorbij, als je mijn gezicht verschrikkelijk vindt, Sepp lekker langs. Geeft helemaal niks. Kijk je neemt het anders op een ander kanaal. Mag. Absoluut. Je hoeft mijn Instagram niet te volgen. Inderdaad, het is gewoon een verlengstuk van wie wij zijn, wat wij willen delen op dat vlak. En daar hou ik me al heel erg op in, voel ik. Ja. Eigenlijk denk ik gewoon, laat me zitten. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin in dat negatieve gedoe. Weet je wat het is? Er zijn heel veel mensen met een bereik in Nederland die zich inhouden. Dat weet ik, omdat ik heel veel berichtjes binnenkrijg van mensen die roepen van, goed gezegd. Oké, wat goed gezegd. En dan denk ik, ja, lieve mensen, dan kan ik mijn kop wel uitsteken, maar ik heb liever dat jullie het ook doen. Ja, kom met z'n allen. Weet je wel, laat gewoon horen waar je het niet mee eens bent. Wees eens kritisch. Dus ja, sorry. Ja, nee, maar dat is natuurlijk gewoon zo. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Moet gewoon. Maar dat is denk ik ook wat er dus nu gebeurt. Dus wat jij ook zegt over die nieuwe wereld. Klinkt een beetje gek. Want dan denken mensen ook, maar hoezo? Gaan we allemaal mee naar die nieuwe wereld? Hoe zit dat dan? Maar volgens mij komt dat juist nu heel erg, als ik naar mezelf kijk gewoon, vanuit die enorme reset die we nu hebben door corona. En dat brengt iets heel moois. Ja. En natuurlijk de stress en het. Ik besef me echt wel dat het echt heel, heel moeilijk is voor heel veel mensen. En dat het in gezinssituaties nu ook echt niet grappig is. En dat, nee, vreselijk, maar dat is juist, godzijdank zijn de scholen open. Laat alsjeblieft heel snel ook de middelbare scholen opengaan en de hogescholen. Want mensen moeten gewoon weg kunnen uit een thuissituatie als die niet goed zou zijn. Weet je, dat denk ik ook vaak aan, denk ik, ja. Maar dat zijn juist die factoren dus waar mijn frustratie vandaan kwam. Oh. We zitten zo in een tunnelvisie. En dat hele OMT ook, dat is gericht op het voorkomen van een besmetting. Ja. Maar als dat je enige uitgangspositie is, wat doe je dan? Dan gooi je inderdaad alles op slot. Want dan voorkom je het misschien. Maar al die mensen die nu depressief thuis zitten, al die mensen die hun werk kwijt. Er zijn heel veel klachten nu. Hè? Je hoort de kindertelefoons lopen natuurlijk over. Die kunnen het allemaal niet meer aan. Vreselijk. Het is ellende. Kinderen, de jeugd van tussen 12 en 18 is zwaar depressief. Hoor de kalkelen, weet ik voor hoeveel op de 10. Mag je het niet over hebben, normaal. Blijkbaar. Dat is toch verschrikkelijk. Ja, en ook als je mensen spreekt, of bevriende artsen ook, die in ziekenhuizen werken, die zeggen ook, ja, die zijn dan kankerspecialist of een andere, hebben ander specialisme dan corona. Ja. Die zitten natuurlijk ook met een hand in het haar. Want er zijn natuurlijk heel veel side effects van mensen die nu niet behandeld kunnen worden of te laat behandeld kunnen worden, die dus overlijden. Dat heeft dus niks met corona te maken, maar wel het feit dat natuurlijk alles alleen maar gefocust is op corona. Ja, ja, het is een massapsychose, zo zie ik het gewoon. En je mag, ik begin nu gewoon voor het eerst wel te merken dat die groep steeds groter wordt van mensen die gewoon zeggen van, ja jongens, de logica is weg en ik zoek hem ook niet meer, want hij is er op dit moment niet. Maar goed, hopelijk dus gaat die reset dus wel ook aan de andere kant hele positieve dingen brengen. Want wat ik wel. Ja, ze hebben natuurlijk. Je hebt nog de Great Reset waar mensen bang voor zijn, hè, van het World Economic Forum. Dat is gewoon iets waarmee ze bezig zijn. We krijgen een soort digital currency. En daar hangen ook heel veel dingen staan daarmee in verband. Ja. Maar jij hebt het meer over die spirituele reset, toch? Ja, ja. Eigenlijk wel. Ja, dat is, ik wil gewoon niet in dat hele donkere duiken. Nee, ik heb er helemaal geen zin in. Ik denk gewoon, ja, het zal allemaal best en het zal best zo zijn hoor. Dat er allemaal ideeën voor zijn en de reden waarom dan dingen gebeuren. Maar het is denk ik ons hele leven al geweest. En tuurlijk, voor ons en daarvoor en daarvoor en daarvoor. Dus daar heb ik helemaal geen zin in om aan te branden überhaupt. Want toen ik dat wel even deed in bepaalde artikelen las, werd ik daar zo naar van. Dacht ik, oké, dit werkt echt niet voor mij. Ja, dat is ook allemaal energie die je opsleurt. Ja, ik vond het helemaal niet fijn. Dat ik moet je dacht niet echt, doen. Dit wil ik niet, ben ik niet. Laat mij maar gewoon lekker in het licht staan, dat is veel beter. En dat hoop ik dus gewoon dat mensen ook allemaal voelen. Dat we zijn er wel echt voor elkaar. Ik vind echt, iedereen is wel echt liever met elkaar. Er zijn natuurlijk twee delen. Of juist heel agressief en heel erg haat en verdeling. Mm. Maar er is ook een hele bijzondere groep mensen die er wel voor elkaar staat. En die gewoon in liefde dingen wil doen. Volgens mij moet daar gewoon de focus op liggen. Ja. En juist ook mensen die misschien daarvoor het heel spannend vonden om een business om te turnen. Of om anders te denken. Of die durven nu wel een hart te volgen. Want zeker, die denken ook, wat heb ik nou te verliezen? En ik denk dat uiteindelijk, dat is in ieder geval wel hoe ik nu probeer te leven. En alles wat ik doe, is wel alles vanuit het hart. Klopt het? Zijn de intenties, zijn ze zuiver? Zijn mijn ideeën erachter, mijn dromen echt helder? Dan ga ik ervoor. Mooi. En anders laten we het zitten. Dus dat is ook helemaal niks ten nadele van een ander. Maar dan laat ik het gewoon. Nee, maar ik denk dat perfect is. Preach. Ja, maar ook gewoon wat mijn moeder zei. Sorry dat ik je onderbreek, maar dat vond ik eigenlijk heel goed. Dat zei ze gisteren. Ze zei ook van, ja, maar
leuk en aardig hoor, maar we zijn toch ook hartstikke verwend, man, met hoe dingen gaan. Mm-hmm. Waarom kijk je niet gewoon echt naar echte kleine dingen die ontstaan? Kijk naar het ontluiken van de krokusjes, kijk naar dit, kijk gewoon naar het gaan dingen die gebeuren. Maar dat is dus wel versterkt, zo hè? Mooi. Dat komt nu door corona heel erg. Nee, daar ben ik met je eens. Nee, zeker, daar zitten ook positieve dingen aan. Ik had het daar ook met mijn vriendin nog over van, weet je, het heeft ook zoveel gebracht en van die zesde naar die tweede versnelling heeft er ook voor gezorgd dat je uitzoomt op je leven en op een andere manier naar dingen gaat kijken. Ik had het al over de sneeuw, hè, toen het, ik weet niet, dit wordt wat later uitgezonden, maar iedereen kan de sneeuwbuien nog herinneren van een paar weken geleden. Zo mooi, maar zoveel pret. Zo fantastisch. En dat soort kleine dingen en het woordje vrijheid is belangrijker dan ooit, hè, want je voelt je toch een beetje gevangen binnen, binnen die donkere wolk die er een beetje boven ons hangt tot 12 maanden. Ja. Dat soort dingen gewoon ineens zo belangrijk zijn. Vrienden, familie. Mega. En ik weet, het klinkt allemaal super cliché, maar het is wel echt zo, hoor. Ja, hoe leuk dat je gewoon ook weer door dit soort dingen, gewoon gesprek zoals dit. Dat je die met mensen weer hebt en even de rust hebt om die te hebben. Ja. Dat is toch heel fijn. Dan voel je ook, oh ja, ik ben helemaal niet alleen in mijn gedachten. Er zijn heel veel gelijkgestemden, weet je. Ja. Dat is gewoon goed. Want ik heb natuurlijk een beetje aansluitend hierop. Ik heb jou vorige week of zo 2 weken geleden nog even een bericht gestuurd. Omdat jij had iets gezegd over de gebeurtenissen in de wereld. En dat de stand van de maan daar had daar betrekking op of bij of invloed op. Daar weet je echt, dat werd in de media dan weer groot uitgemeten. En werd ik helemaal uit verhouding getrokken. Het ging natuurlijk over het kapitool, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Laten we vooropstellen en... ik bedoel, ik zag natuurlijk ook, niemand zag natuurlijk aankomen dat het zo heftig zou zijn. Het was natuurlijk echt schandalig wat daar gebeurde. Ja. Maar ze vroegen bij de 5 uur show of Jet en ik even een minuutje iets wilden zeggen over astrologie, waarom het zo toeneemt in populariteit. Ja. Of dat te maken heeft met corona, hoe wij daarover dachten. En we waren echt heel druk die dag. We zeiden ook nog even tussendoor. Oh ja, dat is wel leuk. Ja, tuurlijk. Dus even heel kort zo. Oké, astrologie. Ja, nee, bijzonder. Het is een tijd waarin iedereen iets meer rust heeft. Iets meer stilstaat. Nou, wat wij nu bespreken. Maar echt het was echt 50 seconden. En Jet zegt daar nog heel lief tussendoor. Ja, kijk bijvoorbeeld naar gisteren zo'n bestorming van het Kapitool. Ja, Mars ging naar Stier. Ja. Zo, Mars in Stier, zo even zo heel terloops erdoor en door. En toen dacht ik, dat klinkt wel een beetje moeilijk misschien. Maar goed, ik denk, dat ziet niemand, joh. Dat valt niemand op. Ja. Nou, dat werd natuurlijk helemaal uit verhouding getrokken. Alsof wij dachten dat doordat Mars naar Stier ging of in Stier stond, dat het dan het Kapitool bestormde. Alsof dat jullie het allemaal wel voorspeld zouden hebben. Dat, ja. Dat was natuurlijk gelul. Nee. Maar ja, dan voel je wel dat er zoveel... Dat het zo leuk is voor mensen om dat dan helemaal belachelijk te maken. En ook dat je denkt, serieus, jullie zien toch zelf ook wel wat er gezegd wordt. Dat niet is wat jullie nu benadrukken. Dus in elk, weet ik veel, spelshow kwamen we terug. Zag ik mezelf weer dat ik dacht, daar zijn we weer. Maar hoe was dat voor jou dan? Ja, doet het je nog wat? Nou, normaal doet het me helemaal niks, merk ik. In al die jaren. Maar ik vond dit dus wel weer irritant. Omdat ik het ten eerste oneerlijk vind. Omdat het was echt uit verhouding getrokken. En alleen het zinnetje werd eruit getrokken. Alsof wij dat echt zo serieus bedoeld hadden. Terwijl het was echt een andere basis waarop wij een antwoord gaven. Ja. En ik vond het meer gewoon heel kortzichtig. Ik vond het gewoon, als we het dan over oude en nieuwe wereld hebben, vond ik dat oude wereld. Ja. Dacht ik, oh ja, dit is makkelijk. Dit is dus precies wat ik als mens niet wil doen. En meteen veroordelen en in een hoek duwen en een stempel geven als een soort van zweefteven. Ja. Ik dacht, ja, dat is jammer. Want als je ervoor open zou staan, zou ik je zo een heel leuk verhaal kunnen vertellen. En dan zou je zien dat juist doordat alle boeren het zo doen en het gewoon bewezen hebben, dat er niks zweverigs aan is. Dat het juist eigenlijk heel veel connecties met natuur. Mm. En dat vond ik niet. Ik vond het te kortzichtig. Ik dacht, oké, als mensen dit 6 keer bij je doen, dan ben je straks in een soort hoek gegooid waar je in een blauwe jurk loopt rond te dralen. En zogenaamd niet meer connected bent met de normale wereld, om het zo maar te zeggen. Maar dat is wel wat er gebeurt ook. Ja, in veel gevallen. Ja. Je wordt ook heel snel geframed. Ja, maar dat vind ik dus heel erg. Vooral omdat ik natuurlijk ook veel mensen spreek of zie die zoveel kennis hebben. En die dan zeggen, ja, maar kan ik dat dan nu zeggen? Mag dat dan? Zeg ik, tuurlijk mag dat. U weet zoveel. Het is zo zonde dat u uw kennis niet durft te delen. Maar weet je hoeveel mensen met kennis, ik spreek over ook het onderwerp corona, die zeggen van, nou eigenlijk zit het zo. Of eigenlijk weet ik eigenlijk 100% zeker. Maar ik zeg maar niks, want dan lijkt ik een gekkie. Waar zitten we in dan met z'n allen? Nou, maar dat doen ze natuurlijk wel slim. Maar als je natuurlijk iets anders zegt, als je een beetje anders denkend bent dan wat er nu voorgeschoteld wordt, dan word je natuurlijk wel de mond gesnoerd. En dan ben je een complotgekkie. Of er is wel snel dan wat mis met je. Terwijl ik denk, nou, volgens mij ligt het iets subtieler. Ja, ik wou net zeggen, ik ben toch... Ik bedoel, je kan toch gewoon uitspreken wat je denkt. Ja.
En ik vind het wel handig als je dat een beetje onderbouwt. En ja. Je mag ook wel gewoon zeggen waar dat vandaan komt, die gedachte. En hoe je, ja, hoe je dat voor jezelf op die manier verklaart. Maar je mag dat gewoon zeggen. Ik ben helemaal eens. Het is toch heel raar? Het is een gevoel. Het is een gevoel. Ik bedoel, nogmaals hier ook. Ik zeg zelf nooit dat ik het weet. Helemaal niet zelfs. Maar ik voel wel dingen. Dus ik denk, nou, dat vind ik toch heel raar dat dit nu gebeurt. En ik voel me daar toch heel gek bij. Dan mag je dat eigenlijk gewoon zeggen, toch? Ja, of op zijn minst een vraag stellen. Ja, dat. Hey, ik zit hier nou eens naar te kijken. Ik vind het gek. Nou, hoe werkt dat? Kan iemand me uitleggen hoe dat zit? Nou, dan komen er soms antwoorden waardoor je nog meer in de war raakt. Ja. En waardoor je dus niet weet wat je moet doen. Dus... Ik ben er wel mee eens. Blijven vragen stellen, is toch goed? Zeker weten, absoluut. Ja. Maar ik heb wel, als je het dan terugtrekt naar die spirituele verandering wereldwijd. En die is wel gaande. Age of Aquarius. Dan is dit eigenlijk ook allemaal nodig om op dat punt te komen. Ja. Want ontwaken zegt het al, is eigenlijk gewoon wakker worden. Ja. Ja, hoe word je wakker? En dat doe je niet allemaal tegelijk. De een slaapt langer dan de ander. En dat geeft helemaal niet. Die komt dan ook later. Maar het is wel zo dat als je als een van de eerste misschien wakker wordt voor je gevoel, dan moet je iets meer... En met wakker worden... Met wakker worden bedoel ik ook gewoon... Dat voor mij was het niet zozeer van... Oh, ik ben wakker. Ik zie alles. Nu alles wat ik zie klopt. Het is meer gewoon van... Dat ik wel heb gemerkt dat ik de afgelopen jaar... En eigenlijk het jaar daarvoor ook al... Gewoon toch anders ben gaan kijken naar de wereld. Ja. En ik zeg niet dat mijn kijk exact klopt. Maar voor mij is het groter dan wat ik 2-3 jaar geleden zag en voelde. Ja. En dat is voor mij, voor mezelf persoonlijk, het wakker worden, het ontwaken. Dat ik gewoon het idee krijg van oké, wauw. Ik vind eigenlijk de wereld veel mooier en leuker. Niet zozeer de situatie waar we nu in zitten, maar wel alles wat er nog is. En daar ben ik voorheen minder mee bezig geweest. Dus... Voordat mensen daar roepen, ja, wat is dan wakker worden? Dat is voor mij persoonlijk... Maar is wakker worden dan niet eigenlijk? Want dat vind ik zo mooi. Hè? Mensen zeggen natuurlijk wel eens van, ja, maar het is heel spiritueel. Dan zeg ik, oké, maar spiritualiteit is voor mij... eigenlijk heel veel connectie maken met jezelf. Ja. Met de kern, toch? Juist, wie je naar bent. Binnenkeren, ja. Naar binnenkeren. Wie ben je? Wat voel je nou eigenlijk echt? Dat is spiritualiteit. Mm-hmm. De kern voelen en ook gewoon je omgeving ervaren en voelen. Nou, daar vind ik dus niks zweverigs aan, want dat is juist heel geaard als je het zo ziet. Juist. Heel erg bewust van jezelf en je omgeving. Nou, dus dat vind ik het ook leuk om mensen te zeggen, oh, sinds wanneer ben je zo spiritueel? Sorry, maar je kunt beter vragen, welk moment was je het even niet? Ja. Want je wordt natuurlijk als mens super, als baby ben je mega connected. Tot je zevende sowieso, ja, toch? Ja, er worden gewoon dingen afgeleerd. Omdat we natuurlijk logisch moeten leren dat bepaalde dingen netjes zijn. Of niet kunnen, of wel kunnen. En dan vervolgens probeer je het weer te vinden met z'n allen. Ja, mooi, dus, hè? Dat vind ik best wel interessant. Maar dan denk ik ook van... ik vind gewoon heel mooi dat je die... Juist door zo connected te zijn met jezelf... Ga je zoveel waarderen wat er om je heen is. En wat jij ook zegt, met dingen voelen. Dat is intuïtie. Dus als dan leer je vertrouwen op je intuïtie en daarna te handelen. En moet je eens horen, hè? Als mensen zeggen, ja, een beetje zo dat gekke onderbuikgevoel van jou, wordt het heel negatief neergezet. Ja. Terwijl dat onderbuikgevoel is die intuïtie. Ja. En wij leren alleen maar met de kop te denken. Ja, joh. Maar dan redeneer je alles kapot en dan ga je wikken en wegen, risicoberekeningen, ja maar. Ja, maar je had al lang in je onderbuik dat niet goed was. Die relatie voelde niet goed of dat contact wat je om was niet goed. Denk je? En dan word je later belazerd en dan denk je in het begin, shit, de eerste keer dat ik die gozer zag, voelde wist ik eigenlijk al dat het niet goed zat. Dat is gewoon zo. Ja, je weet het gewoon. Dat is zo mooi. Maar daar moeten we dus veel meer op durven vertrouwen met elkaar. Want dat is alles wat je hebt. Het is je meest waardevolle goed wat je hebt. Je TomTom, je navigatiesysteem. Het is echt je navigatiesysteem. En ik begrijp ook heel goed dat als je hier naar luistert en denkt... Ja, leuk en aardig, maar hoe weet ik dat dan? Nou, dat is denk ik voor ons allemaal de uitdaging. Dat je af en toe... En dat, geloof me, ik heb ook een leven, jongen. Ik word ook echt geleefd. Ik laat me ook leven. En ik ben ook druk en gekkenhuis en noem op. Maar toch... voel ik dat als ik een paar momentjes van rust inbouw... als maar een paar minuten per dag echt even helemaal voor mezelf... met een meditatie of een ademhaling of noem maar op. En ik kom er ook niet altijd naartoe. Maar als ik het wel doe, ben ik meteen meer grounded. Weet ik beter wat ik wil. En dan vallen soms al die dingen die in je hoofd rondgaan. Je krijgt zo de antwoorden. Het is gewoon, de antwoorden geef je zelf als je in rust bent. Ja, klopt. Ja, ik vind het de wet van de aantrekkingskracht vind ik eigenlijk het allerleukste. En ja. Je had het net over als kind. Als kind heb je gewoon de mogelijkheid en ben je in staat om zo te fantaseren, zo te visualiseren. Ja. Ja, tenminste, ik had het als kind, ik in mijn hoofd, jongen, ik had echt speelde hele speelfilms af. En dat leren we ook af, weet je wel. En je wordt op een gegeven moment gewoon zo afgestompt als je binnen die kaders van de maatschappij loopt.
dat je dat gewoon afleert. Terwijl juist in die visualisatie, ik geloof, ik, er is één zo'n quote, als je het in je hoofd kan zien, dan kan je het in je hand vasthouden. Ja. Als je het voelt eigenlijk, is het meer. Als je het voelt, dan kan je het in je hand vasthouden. Ja. En als je kijkt, jongen, ook het boek van Mike Tyson, een bokser, staat helemaal vol gewoon. Het is volledig gemanifesteerd wat hij heeft gedaan. Dat is waanzinnig, toch? Het is gewoon, weet je, hij had zelfs een hypnotiseur die hem gewoon op een gegeven moment in die staat bracht. Hij heeft gewoon, hij heeft zijn eigen realiteit gecreëerd. Dat is fantastisch. Conor McGregor, weet je wel. De mensen waar nu zoveel mensen tegenop kijken, dat zijn allemaal mensen die geloven in de kracht van manifestatie. Zoek het maar op. Conor McGregor vertelt het ook gewoon. Wet van de aantrekkingskracht. Dat heeft allemaal staat. Ik zeg ook, ik heb, als je de Secret kijkt, die heb je vast wel eens gezien. Ja. En zeggen ze ook, het universum is een catalogus. Ja. Waar je gewoon dingen uit kan bestellen. Ja, maar dat is dus ook heel bijzonder. Ik merk dat we, eigenlijk gaan wij er nu al veel langer ook op die manier mee om. Ja. Dus ik merk het als je echt ook daarop durft te vertrouwen. En ook wel, nogmaals, zuiver intenties. Zuiver weet intenties, wat je wil, helder zijn. Je kan, moet ik zeggen, ik wil morgen de staatsloterij winnen. Ja, dat is leuk voor jou, maar ja, ja, dat is iets anders. Het moet gaan over iets wat, ja, wat een, denk ik, een soort van vergroting is van je eigen bewustzijn. Ja. En de gierigheid van, of niet de gierigheid, ik bedoel de gulzigheid van willen leren. Ja, ja, dat, daar begint het wel mee. Maar dan komt het op je pad. Ik merk gewoon ook, dat heb ik als meisje eigenlijk al gedaan. Als ik terugkijk naar wat ik heb gedaan. Ik was 5 jaar oud. Ik wist gewoon, ik word actrice. Ja. Was oprecht niemand. Natuurlijk hebben heel veel mensen tegen mij gezegd dat dat niet kon. En natuurlijk hebben heel veel mensen gezegd, ja, maar wat wil je dan echt worden? Wat voor studie ga je dan doen? Want als dit niet lukt. Ik heb daar nooit over nagedacht. Ik wist gewoon, ik word actrice. Punt. Ja, ja. En dat is eigenlijk met alle dingen die ik terugkijk in mijn leven, die ik heel helder wist, zijn gewoon uitgekomen. Ja. Dus het is gewoon dan één groot spel waar je in zit. En een soort theater waar je onderdeel van bent. Wat ook heel mooi kan zijn. Absoluut. Ja, en dan ben je dus ook, ja, dan denken mensen soms van, oh, die is altijd blij. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar gelukkig, en dat heb jij ook, als ik je hoor, hebben we de kracht om de schoonheid in heel veel kleins en bijzonders, even kleins te zien, weet je, dat daar de bijzondere dingen in zitten. Ja. En ik denk dat dat wel de basis is. En kijk naar Le Petit Prince, weet je, dat is een prachtig boekje. De Kleine Prins, echt een van mijn lievelings. Daar staat ook zo mooi, de allerbelangrijkste dingen in het leven zijn onzichtbaar voor het oog, maar voelbaar met het hart. Ja. En dat is gewoon wat het is. Ja. Ik bedoel, ik heb over de maan, was ook zo'n ding. In het begin dacht ik, ja, hoe ga je dat dan vertellen tegen mensen dat ze, ik voel het wel, maar hoe krijgen we mensen zover om daarin mee te kunnen gaan? Hè? Dat we inderdaad niet alleen maar in die hoek worden gegooid van, oh, die zijn helemaal kierenwiet geworden, maar dat het juist heel grounded is. Ja. Toen zei iemand, een wetenschapper, die ik in mijn leven, zei ik, ja, wat is dat dan? Het is natuurlijk niet wetenschappelijk onderlegd, weet je? Nee, omdat het nog nooit onderzocht is, zei ze. Want wetenschap wordt het pas als er natuurlijk heel veel mensen erin geïnteresseerd zijn, dan gaan ze het onderzoeken en dan wordt het wetenschap. Maar zij zei zo mooi, verliefdheid, we kunnen heel ver terug met de wetenschap om verliefdheid uit te zoeken. Hoe dat werkt, een systeempje in je hoofd, de hersenen, stofjes, er gebeurt wat, ja, stofje komt er. Maar, zei zij, en dat vond ik zo mooi, dat is precies die magie die ik in het leven wil zien. Ze zegt dat moment dat je eigenlijk, dat het echt gebeurt, dat je echt verliefd wordt, dat moment is ongrijpbaar, dat is niet te traceren. Wanneer dat dus precies dat is was, niet te zien, ook niet voor de wetenschap. En juist die dingen die misschien wel niet te pakken zijn, daar zit de magie in. Ja. En in die magie wil ik graag leven, weet je wel. Dus dat is met alles. Dus je kan wel heel erg vragen, ja, maar waarom dan? Bewijs het dan. Bewijs is natuurlijk, hoe voel je je? Ja. Werkt het goed voor jou? En ik denk dat dat gewoon, ja, dat is gewoon heel gaaf. Als je dat toe durft te laten, dan komen de dingen ook tot je. Zeker. Mooi. Ik vind het een mooie afsluiting ook van een gesprek tussen twee wappies. Nou, dat is het. Tussen twee gekkies. Twee zweefteefjes. Maar ik vond het verdorie wel gezellig. En we ik zitten, vond het heerlijk. We zitten mooi op een uur. Dus, top. Hey Lieke, ik ga je heel veel succes wensen met alles. En ik ook voor de mensen thuis. Ja, je hebt het gehoord. Bestel die maankalender. Hartstikke leuk. En ja, het is inmiddels een vaste afsluiting. Maar ik zeg altijd, kom nog een keer terug. Misschien heb je volgend jaar een nieuwe maankalender. Misschien ja, we zijn weer aan het schrijven. Ja. Of als je iets anders leuks hebt, je mag me altijd appen. En dan gaan we gewoon weer lekker zitten. Nogmaals heel erg bedankt voor het mooie gesprek. Ja, jij ook. Ja, graag gedaan. En jullie ook allemaal bedankt voor het kijken / luisteren. En ik zeg tot de volgende keer. Doei doei!